Hey, what up? Jet Ginger Army. Leuk dat je kijkt naar deze video dat we in de auto zitten. Nu zit ik nog alleen in de auto. Ik ga nu Link ophalen. En dan gaan we 24 uur lang in de auto zitten. Voordat we beginnen moeten we natuurlijk wel eerst eventjes de tank vullen, boodschappen halen. Want anders lijkt het net alsof we niet goed voorbereid zijn en dat willen we niet hebben. We zijn semi-goed voorbereid. Nou, Jeremy, jullie zijn prima voorbereid hoor. We hebben al getankt, dus laten we gewoon lekker naar Link gaan. Gozer. Hey. Zo, we zijn helemaal herenigd met Link, dus we kunnen de auto in. Link, daar zitten we in de auto. De tijd is nog niet begonnen. Zullen we eerst eventjes gewoon wat te eten en zo halen? Dat is misschien wel heel chill. Hey, ik heb ijsje, joh. Overleef ik wel, joh. Ja? Geen probleem, joh. We hebben niks nodig, joh. Zijn ouders staan hem uit te zwaaien. Alsof ik op vakantie gaat, joh. Stond mijn moeder me maar uit te zwaaien. Trouwens, shout-out naar al deze miljoenen, duizenden kanalen die ook al 24 uur in de auto hebben opgenomen. Nou, alsjeblieft, dat zijn ze. Shout-out, shout-out, shout-out. Cool, nu mogen we het doen, toch Link? Ja, wil je mij ook even een shout-out geven? Nee, maar jij hebt het nog niet gedaan. Gast, ja, kom op man, gun me. Dit is trouwens de auto waarmee we gaan. Ja, prima autootje hoor. Maar we hebben natuurlijk ook Doritos nodig, worteltjes, flesjes water. Gewoon de belangrijke dingen waar we de dag mee door moeten komen. Oké, Link, we hebben alles. Ik denk dat we nu eventjes naar een plek gaan en het dan officieel laten starten. Denk ja, je denk niet? Ja, denk het ook wel. Het is denk ik tijd dat we officieel gaan beginnen. Official, official. Hoe laat is het? Ik ga een timer zetten. Het is wel een hele rare tijd. Het is 3:05. Eventjes, hè. We hebben eigenlijk vrijwel niks gepland qua wat we doen. Ik heb één dingetje, wat leuks wat we morgen gaan doen. Oh, morgen? Ja, morgen. Morgen. Dus vandaag hebben we nog helemaal niks. Ja, we hebben niks gepland. We hebben eigenlijk alleen gepland dat we boodschappen halen. Dat is het enige. Als het 14:35 wordt, ga ik hem aanzetten, ja? Dan is het official, official. Boom, boom. 14:35. Oké. Okay. We gaan erin. Je mag de grond niet meer aanraken. Je krijgt de grond ook niet aan. Oké, officieel nu. Ik heb hem nog getankt, Link. Dat is even aan het begin. Dat is even getankt hebben. Heb jij ooit automaat gereden? Nee. Laten we dan sowieso eerst eventjes jouw automaat leren. Want ik denk je dat ik 24 uur achter het stuur ga zitten? Nee! Nou, nee. We moeten heel onhandig goed over rijden. Dus als jij even naar achter gaat. Dus we gaan even Link automaat leren rijden. Ja, die naar mijn kont kijken. Ik weet helemaal niet hoe deze auto werkt. Ja, ik ga het toch uitleggen, jongen. Oké, naar voren toe is echt een stuk moeilijker. Ja, je hebt echt nog nooit in de automaat gereden? Echt nog nooit. Oké. Okay. We staan nu in park. Dus dan kan je gewoon alles loslaten. Dan zet hij hem ook automatisch op handrem. Als je naar voor en naar achter wil gaan, moet je even je rem ingedrukt houden. Met je recht. Voet gaan. Oh, dat ben ik echt zo niet gewend. Ja, maar met je linkervoet hoeft niks te doen. Deze moet ook wat doen, normaal gesproken. Nee, hij doet niks nu. Dan voel je dat hier een knopje zit. Als je dus naar achter en naar voren wil, dan moet je dat knopje ingedrukt houden. Dan duw je hem naar voren. Nu staat hij in zijn achteruit. Dus op de snelweg hoef je eigenlijk niks te doen. Je hoeft alleen maar gas te geven. Wat hij doet, als je je rem nu loslaat, geeft hij meteen gas. Net zoals alsof je in je één staat, zeg maar, en je koppeling omhoog haalt. Dus dan doe je hem in je achteruit. Oh mijn god, ik ga in auto. Help! Gaat automatisch! Boem, ik ga nu naar voren. Help. Hij is wel heel goed. Voelen, ja, ik merk het. Jezus, echt hoor. Dit is voor het eerst sinds 3,5 jaar dat ik in een andere auto rijd. Echt? Ja, het is echt heel eng dit. Nou, heel niet eng? Nee, niet te eng, maar het is gewoon... Kijk uit de vogel. Ja, die vogel moet gewoon wegwezen. Hey, goostertje, wil jij een lekker flesje water? Nou. Oh, is het nou met prik? Het zou echt heel kut zijn. Moet ik het zeker wel eens gaan proberen? Het is met prik volgens mij. Godverdomme, ik heb ze nog geschud. Ja. Kut, het is met prik! En we hebben er 2 van gehaald. Ja. Oh, ik wil zo graag mijn koppeling indrukken. Het is echt heel raar. Dat hoeft niet, Link. Ja, maar... Oh! Hoe zit je? Yeah! Oh. Prik! Jij ging nog schudden? Oh, komen geen bubbels. Of was geen prik. Oh, maar fuck, hoe gaan we dat fixen? Gaan we nu gewoon echt alleen maar prikwater drinken? Nee, dat gaan we gewoon eens leuk zien. Zit er even over na te denken, Link? Of we even iemand moeten ophalen? Ik had nog gezegd dat ik een paar mensen zou komen ophalen met deze auto. Oh, weet je wat we dan kunnen vragen? Of die dan misschien wat water wil ruilen? Zo, dat is even een goud idee. Daarvoor doen we het. Ja. Vanmorgen heb ik wat leuks gepland staan. Maar Link weet nog niet wat het is. Dus we gaan eventjes een soort van spelletje doen. Link, we gaan dus morgen iets doen. Ja. En het is dus in de auto. Dus denk maar gewoon even na wat we kunnen gaan doen. Echt? Wat in de auto is. Moet het een soort activiteit zijn of zo? Ja, het is wel echt een activiteit, ja. Maar het is met... activiteit in de auto? Het is echt ook heel leuk. Gaan we even over nadenken. Ja, als ik een idee heb, laat ik ze weten. Ja, is goed. Sorry, ja, dan ben je doen. Hallo! Gozer! Hé! Zit je op de wc? Ja! Die hoort hem ook gewoon zijn klep dichtgooien. Ten eerste, ben je thuis? Ja. Ten tweede,
heb je tijd? Ja. Oké, okay, stuur even je adres, dan rijden we naar je toe. Ja, is goed. Hoe laat is het? 15:16, dus we rijden bijna een uur. Nou, nog maar een uurtje. Dat betekent dat we nog 23 uur te gaan hebben. Gelukkig konden we eventjes langs iemand om wat tijd te doden. Hé, hey, we zijn er. We gaan sowieso even swappen. Oh, dit kan heel moeilijk met dat stuur. Doe nou even, joh. Gozer. Zullen we dan ook meteen vragen of hij wat water met ons wil ruilen? Dat is wel zo handig. Ja. Hallo? Hey, we zijn er en we willen meteen eventjes jou een gunst vragen. Wij hebben net water gekocht, ja. Maar we zijn erachter gekomen dat het prikwater is. Wij zijn nu heel boos en vragen of jij misschien normaal water hebt en wil ruilen. Is kraanwater goed? Ja, weet je, wij hebben hier heel veel geld uitgegeven aan flesjes water. Ja, nee. Yeah. Ik heb een 7-up fles, ook veel geld. Oh, maar dan smaakt hij naar 7-up. Ja. Nee. Nee, jongens, wat een lul, joh, dat is helemaal niet waar. Oké, zijn moeder ging zich ermee bemoeien, dus dan moet je oppassen. Kraanwater, geen probleem. Even voor de duidelijkheid, dit is Max. Hij edit af en toe een videootje voor mij en Link. En we kwamen voor de gezelligheid eventjes hem, zijn moeder en zijn zusje ophalen. Heb je ruildingen? Gaan we ruilen. Ja, tuurlijk. 1,5 ja. liter en ik krijg hier 0,5. Nou, dan geef ik hier een idee. Wat is dit voor scam? Oh, dit. Nou, welkom. Saai je zondag nog leuk. Ja, echt hè? Ja, toch? We dachten, we hebben iets te doen. Ik wil die chocolade. Ja, dacht ik al. Hier, pak hem maar. Willen jullie donutje? Nee, geen donutje. Nee, die heb helemaal niet gegeten. Hij heeft wel eens gegeten, joh. Er zijn al twee smeers, er zitten nog over. Oh. Die grenen. Ja, houd van geel. Dus we hebben even een leuk rondje met ze gereden. En toen was het alweer tijd om ze thuis af te zetten. Doei. Succes, hè? Ik blijf nog. Nee, ga weg. Dankjewel. Wow. Lux het gozer. Ja, ik zit denk ik wel. Zo. Ja, dan zit je goed zo. Dat is een baby's ding, weet je wel. Ja, zo zitten de baby's. Dat is toch veilig? Nou, even een gordeltje om. Het is trouwens al 4:15. Als we eventjes zoeken naar een plek waar we even kunnen pissen. Urineren. Dan kunnen we misschien eventjes daar ook stilstaan en kunnen gewoon even chillen. Naar een parkje. Want ik hoef niet de hele tijd te rijden op zich. Maar Jer is zijn mobiel kwijt. Hij zit ergens in de auto. Maar we hebben wel muziek. Wil je hem even zoeken? Iemand aan het rijden. Ja, ik moet er helemaal op. Oh, hij ligt in dat zijvakkie. Ik weet het al. Welk zij? Links, waar je chips van. Oh, ja. Ik ga erin. Ik zie niks. Auw. Oh, ik ging over een drempel, hul. Ik heb hem. Huisje. We gaan naar het einde van de wereld voor een plasje. Toplocatie. Het is gewoon helemaal vrij. Helemaal hier tegen de zijkant aan. Ga ik even lekker plassen. Moet jij ook plassen? Nee, echt niet. Misschien maar even gewoon proberen, want we staan nu wel op een goed plekje. Ja, ik ga het zomaar ook weer proberen. Gozer, ik hoor het gewoon. Klaar? Ik heb lekker een plasje gedaan. Lekker hoor. We moeten even kijken waar we gaan slapen, Link. We moeten kijken wat we gaan eten vanavond. Ik denk dat het al gewoon unaniem besloten is zonder dat we überhaupt hebben bedacht waar we gaan eten. Pretty much. 3, 2, 1. McDonald's. Ontbijt moeten we ook nog regelen. Ja, en wat we nog gaan doen tot het avondeten. Wat heb je mee? Ja, we know it. Hey, Duncan. We waren een beetje denken van, wat kunnen we doen? En we hebben al een tijdje niet meer gepolled. Ik dacht, waarom gaan we niet gewoon mensen uitnodigen en kijken of wie er allemaal wil bowlen? Ik wil echt heel graag bowlen. Er is alleen één probleem. Wat dan? Ja, ik ben hier dus met Link. Hoi. Hey. We zijn een video aan het opnemen. We moeten 24 uur in de auto zitten. Nee, je gaat niet bowlen met de auto. Ja, nee. Ik wil best wel wat leuks doen, alleen het moet met de auto zijn. Ja. Willen jullie mee eten? Ja, betaald. Wij gaan McDonald's halen namelijk. Ik bedoel, ik vind het prima, maar dan moet ik wel Joost ditchen. Die eet vanavond hier. Oh, Joost. Dan gaat Joost toch gezellig mee? Wil Joost ook mee eten? Ja, waarschijnlijk wel. Komen jullie dan hier langs? Ja. Okay. We hebben ineens dates. Zo. Gezellig. Hey, zit je nou met de porren, joh? Moet je al plassen? Ik weet het niet. Ik heb de camera bijna gepakt. Steeds minder. Oh. Je bent zo zenuwachtig. Ik heb een try not to pee challenge opgezet op YouTube. Want Link die wil eigenlijk nog plassen, maar hij moet niet per se. Nee, ik moet niet per se. Maar nu zijn we ergens waar het best wel gemakkelijk is om te plassen. Ja. Dan wil ik het gewoon doen, dat niet nog een keer doen. Ja, ik moet legit plassen. Ik moet weer plassen hierdoor. Ja, echt, you lose the challenge. Ik ga plassen. Jij gaat even plassen. Ik moet ook nog proberen te plassen, ja. Maar ik weet niet of ik kan. Je moet het toch een keer proberen, Link. Zal ik gas geven? Ja, fuck off. Ja, nu moet ik niet meer. Nee. Het is nu 5:50, dus we gaan denk ik zomaar rijden naar Duncan's. Ik denk nog even een half uurtje rijden. Dus als we daar heen zijn, dan hoeven we nog maar een half uurtje te wachten. Dan gaan we even wat eten. Zo, dan gaat het alweer. We hebben hier lang gechilled. Lukt het? Nee, komt niks uit. Nou. Link, we gaan. Ja, daar gaan we weer, want we hadden nu een afspraak staan bij Duncan en Joost. Zo,
We zijn bij Duncan. Wil je plassen, serieus? Ja, ja, ik heb het gevoel dat ik moet plassen. En dan ben je op de worst. Ja, maar weet je wat het is hier? Dan ga ik daar weer staan en dan moet ik weer. Dan lukt het niet. Hallo, stelletje droomgozertjes. Hallo, kiezer. Doe je mee? Ik ga niet 24 uur in de auto, maar ik ga wel even gezellig wat eten. Hey, gozertje, past het wel allemaal? Ja, toch? Zo, daar gaan we met een volle bak naar de McDonald's. Even lekker met z'n allen bestellen. Ik heb het gevoel dat we een jaar aan het bestellen waren. Het kostte maar 30 euro. Ja, ja. Fucking McDonald's. Ja, het is zo goedkoop. Het valt nergens op. Het is echt bizar. Ja, en dan gaan we natuurlijk eventjes een plekje zoeken op de parkeerplaats om het op te eten. Want wij mogen helaas de auto niet uit. Hé, hey, we hebben lekker gegeten. We hebben net lekker gegeten. En we zijn niet uitgestapt. Hun hebben het lekker weggebracht. Oh, mooi dat. Ik wilde net een verhaaltje vertellen. Ja, ik wil zeggen, ik vind het gewoon mooi dat die camera gewoon een uur heb uitstaan. En jullie zijn gewoon legit niet die auto aangegaan. Nee. Oh, ja, maar wij zijn real. Afspraak. Ja, we houden het ook gewoon real. Jullie houden het echt real. Wij moesten gewoon een nieuwe batterij voor de camera uit de achterbak pakken. We moesten de flessen pakken, alles. Natuurlijk. Ja, mogen wij op jouw plek in de garage slapen? Doe dat, want ik ga morgenochtend waarschijnlijk weg. Dan kom ik jullie wakker maken. Nee. Oh. Met een bijtje. Ik kom met een bammetje op een bordje van die jongens. Oké, okay, Joost, die optie gaan we zeker eventjes onthouden. Maar voor nu is het eventjes tijd om jullie af te zetten. En is het voor ons tijd om door te gaan. Gezellig dat jullie mee waren. Ja. Hey Joost, dank je dat je er was, hè. We hebben lekker gegeten en we zitten vol en we gaan weer verder. We hebben trouwens de optie gekregen van Joost dat we dan hier kunnen slapen en dan een ontbijtje krijgen. Dat zei hij. Maar het ding is, we moeten morgen dus in Brabant zijn. Dus dat zou betekenen dat we weer terug moeten. Kut, jongens, ik wil plassen, maar zoek een plek om te plassen. Ik moet echt fucking nodig plassen. Hoe moet jij nog niet plassen, neef? Ja, ik moet wel een beetje plassen, maar weet je wat het is? Ik moet wel plassen, maar ik heb het gevoel dat ik gewoon niet kan plassen. Maar hier lopen ook allemaal mensen. Ja, er lopen echt heel veel mensen hier. Hier is zelfs juist de derde keer. Zie me loeren. Ja, maar het is zo gemakkelijk. Ja, kon je gewoon plassen. Hoe zag jij wel niet? Huh? Nee, het was best wel chill. Ik zat gewoon op mijn knieën. Linkse poging tot plassen. Het lukt gewoon niet. Dus Link nog steeds niet gelukt om te pissen. Arme Link. Arme ik. Dus Link moet nu echt gaan wachten totdat hij echt moet plassen. We zijn aangekomen bij mijn family. Even gewoon een beetje leuk doen, weet je wel. Waarschijnlijk ga je er nu achter komen, Link, wat we morgen gaan doen. We moesten sowieso langs mijn stiefmoeder. We hebben dus wat geregeld. Iets dus wat we morgen gaan doen. Maar daarvoor moeten we dus de spullen nog voor ophalen. Hier zo. Het is heel geheimzinnig nu. Ja, echt hoor. Ja, het is heel leuk. Oh, hey jongens. Wat leuk dat jullie er zijn. Ik heb iets voor jullie. Oh, nou. Ik zal gaan kijken. Nou, dankjewel voor de doos. Ja, hij is echt gewoon niet zwaar. Dan zetten we die even achterin. Dan kijken we morgen wel even. Ja, we hadden het er dus net even over waar we gaan slapen. We boden hun een ritje naar school aan voor ontbijt. Ja, en dit is wel dichterbij dan Joost naar Rudy moet. Dat is zeker waar. En jullie kunnen nog ontbijtwensen doorgeven nu. Moeten jullie dat wel maken morgen vroeg, hè? Ja. Ik denk dat Link wel een lekker eitje wil. Zo. Het is 9 uur. Oké, het is toch tot 10 uur open. Oké, laten we dan wat gaan halen. Dan gaan we wel halen. Nou, dan hebben we nu wel besloten dat we hier slapen. En we moeten dan even afstemmen hoe laat jullie naar school moeten. Wij moeten rond 8 uur naar school, iets daarna. Ja, dan slaap ik nog. Jongens, zit ik er in mijn slaap, zodat ik te slapen al die coaches die langs lopen. Oké, stap in jongens. Kom. Hey. Hey, nou ik ben hier dus nu bij mijn broertjes. Ze hadden wel echt een prachtig aanbod gegeven eigenlijk. Hun hadden dus als aanbod, als wij hier sliepen, ons dan zeg maar een ontbijtje naar keuze geven. Met een theekannetje. En we moesten ze dan even naar school brengen. Maar school is om de hoek. Oh. En Rudy is toch wel eventjes een flinke stukje rijden. En Rudy mag ik toch al niet? Ik kan toch niet laten gaan aan mijn aanbod. Dus ik denk dat je dat toch voor je broertje moet gaan. Heb je geen tegenaanbod meer? Ja, nou, weet je wat het is? Ik wil heel graag jullie het ontbijt van jullie leven aanbieden, maar Duncan heeft zijn boodschap gedaan. Het enige wat jullie aan elkaar aanbieden is een bammetje pindakaas en een kopje thee. Een bammetje pindakaas. Rol toch op, Joost. Dat vreet ik toch niet. Ja, sorry. Ja, weet je, het beste aanbod wint altijd, hè, weet je. Ja, nee, dat is het leven. We zijn nu dus onderweg naar de supermarkt. Ja, we gingen dus eventjes naar de supermarkt, want mijn broertjes gingen voor ons een ontbijtje bij elkaar halen. Oké, wat willen we ontbijten? Ik wil sowieso wel een theetje. Heb je eitjes? Een eitje? Nou, weet je hoe lekker dat is? Ah, misschien als jullie gewoon zo'n zak halen met bolletjes. Okay. Een eitje dan op je bolletjes, zo, dat is de dream. We zijn binnen 10 minuten hier. Is goed. Nou, wij krijgen dus gewoon eventjes een lekker droomontbijtje. Dat hebben we wel goed geregeld, gozer. Heel lekker, man. Maar helaas was er na nog niet eens 1 minuut in de supermarkt al een probleem. Er is een probleem. Er zijn geen witte bolletjes, maar er zijn wel hobbelbroodjes. Ja, gast.
lekker. FaceTime even. Nee. Nee joh. Nee. Even normaal joh. Je hebt ook afpakbroodjes. Oh, afpakbroodje. Afpakbroodje dan. Afpakbroodje, ja. Prima. Ja, doe maar afpakbroodje. Zo, zijn jullie er weer? Jullie hebben zelfs een tasje erbij genomen. Hoeveel kost dat tasje dan wel niet? Een paar cent. Shit. Yay. Donuts met marshmallows. Wat hebben jullie allemaal gehaald dus nu? Donuts. Eitjes, een beetje hagelslag, was. Want jullie willen heel veel hagelslag. Nou, dat geloven we allemaal wel. Ontbijtje in de pocket. En dan is het nu eigenlijk tijd om een beetje te gaan settelen, om te gaan slapen. Ik heb mij eventjes hoe laat jullie weg moeten brengen en dan kloppen jullie maar gewoon aan eventjes op het raam, ja? Hoe laat gaan jullie meestal naar school? Ja, later om 7:15, want jullie moeten ook nog ontbijten. Dat is wel heel lief, jongens. Extra kussentje. Een kussentje voor allebei. Nou, dat is wel lekker. Dan slaap extra en lekker. En een knuffel! Nou! Ja, doe maar helemaal achterin, ja. Hoe zit je? Wat ben je aan het doen? Dream Geese. Ja, ik ben even lekker holletje aan het maken. Jongen, het is wel echt gewoon heel donker buiten. Ja, en het is nacht. Ja, hoe laat is het nu? Het is echt 1:12. Het is 1:12. Ja, grote kussentjes. Is dat je doos? De geheime doos. Ja, het is eigenlijk morgen, hè. Als je erover nadenkt. Wil je het weten? Ja, ik ben heel benieuwd, ja. Echt? Ja, het is nu morgen, dus nu vind ik het oké. Ja, wil je het echt Ik ben wel heel nieuwsgierig, ja. Ik ga eerst kijken. Oh, dit is wel heel dream. Yeah! Ga ik de doos openen? Ja, tuurlijk. Je gaat er nu achter komen wat we morgen gaan doen. Wacht even, wat zijn een paar dingen die je echt waar je over nadacht? In de auto, ik had echt werkelijk geen idee. We gaan naar, lees het wel meteen voor. We gaan naar. Beste mannen, veel plezier en succes. Beekse Berg! Ja, we gaan natuurlijk! We gaan naar Safari Park Beekse Bergen. Tuurlijk! En we kregen lekker een hoedje mee. Ja. Nee, die mag je morgen pas op. Verrekijkertjes. Zo, dan kunnen we echt alles zien. Ja. Je kan dus een safari tour doen met je eigen auto daar. Dus ja, dan hoeven we de auto niet uit. Oh, dat is heel leuk. Ja, is wel dat leuk. Dus dat gaan we morgen doen. Het is morgen vanaf 10:00 open. Ik heb zin in, hè? 10:00 ja. Zijn we daar. Ik wil liever uit het vliegtuig springen met een auto. Nou, helaas. Helaas heb ik het niet kunnen regelen vandaag. Ja, dit is het dus eigenlijk. Ik ga denk ik, Link wilde volgens mij proberen gewoon op die stoel. Kijk, oh die kussens hoe lekker. Dat gaan we echt zo. Dan gaan we lekker op slaan. Ons hoofd is in ieder geval helemaal prima. Het is wel even tijd om tandjes te poetsen. Nee, ik denk het ook wel. Maar dat hoort dus met prikwater. Zo. Oh, dat is heel naar. Gozer. Bewaar die dan even. Maak hem niet op en dan kun je morgenochtend ook je tanden poetsen. Oh, echt serieus? Dat meen je niet, toch? Morgen gaat hij dat gast. Ik heb 1 seconde een flesje in mijn handen en hij is weg. Zo, even heel naar onze tanden poetsen met prikwater. Dat is heel raar. Ja, zo. Wel apart. En na het poetsen gingen lekker de lampjes uit en gingen we proberen om te slapen. Gozer. Wakker. Kijk nou. Kijk nou. Een theetje en ontbijt. Oh. Hallo. Hallo. Kijk, de eitje. Oh, wat lekker. Eitje. Nog glaasjes water, 2. Nou, heerlijk jongens. Een theetje. Nou, lekker jongens. Nou ja, we moeten dan wel vroeg opstaan. Maar hey, we krijgen in ieder geval een heerlijk ontbijtje van mijn broertjes. We moeten gewoon opschieten voor school. Gozer. Dat heb ik nog ooit een krip gehoord. Dat kan toch niet? Ik ga meteen weer de basisschool, hè? Ja, dat is wel heel erg. Eigenlijk. Ja. Zo. Oh. Yeah. Oeps. Je bent nog nooit eigenlijk eens zo snel wakker geweest. Nee joh. Nee, zo. Nou, komt u maar. Nou, je kan gewoon zitten weer hier joh. Kom maar. Hallo? Wat is... Oh. Auw. Dat bakkie zitten lekker in de auto. Nou, daar gaan we. We moeten heel erg opschieten. Ja. Heel erg opschieten. Wat komen de kindersalaten vol. Normaal als ik wakker ben, dan ga ik even indoezelen. Ga ik even mobiel kijken. Nu ja, maar meteen, kijk, we gaan meteen is het eten. Go, 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 go. Kinderen, school. Go, go, go. Zeg vaderschap, joh. Ik weet nog niet of ik er klaar voor ben, hoor. Jer. Oh, jongens. Jullie eerste schooldag. Merlijn gaat naar groep 8. En Mom is naar 7. Het was weer de allereerste schooldag van het jaar voor mijn broertjes. En wij kregen de eer om ze naar school te brengen. Nou, kinders, jullie zijn er. Veel plezier op school. Gedraag je. En niet juf of meester pesten. En maak je huiswerk. Doei! 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 Doei, doei! Doei! Ze worden zo snel groot. Orde van de dag. Het is zowaar
kwart over acht. Ja, weet je wat ik eerder voor me zie? Dat ik gewoon pas om kwart over acht ga slapen in plaats van wakker word. Maar ik ben niet echt per se heel moe. Nee, of zo. Ik ook niet. Vandaag staat er dus op de planning. De safari. Ja. Oh, zin in. Alleen nog eventjes tanden poetsen en dan kunnen we gaan. Dames en heren, het is zover. We gaan naar de dierentuin. Ik heb er zin in. Hoppakeetje, daar gaan we. Doe je slaaplekkie. Nou, wel lekker slapen daar, joh. Zo, heb jij zin om even lekker naar de dierentuin te gaan, mijn jongen? Ik heb even zin om te concluderen daar, joh. Lekker diertjes kijken. Zo, daar heb ik even zin in, joh. Ja, dat is gezellig. Gewoon lekker in de comfort van je auto, weet je wel. Ja, en dan als we eruit gaan, dan rijden we naar je huis. En als het goed is, hebben we het dan perfect gepland. Wil je ook zin in hebben? Zo'n zebra. Zo'n zebra? Nee, dat is wel echt met die streven zo. Dat is wel de dream zebra, zo. Goosjes, we zijn er. Kijk, autosafari. Heb je er zin in? Ik heb er wel zin in. Ik zie gewoon zo'n zebra busje, joh. Kijk dan, een zebrapad, gozer. Een zebrapad. Zo! Een zebrapad. We hebben een zebra gezien, gozer. Kom even, ik wil even een beeld hebben. De hoedjes, ja, dan zet ze maar meteen op, hoor. Ja, nu al? Ja, dit is tijd. Dan zetten ze mijn hoedje. Laat even zien aan de koenkeloeders wat we gekregen hebben. Lekker verrekijkertjes. Kijk, zullen jullie even ons zien door de verrekijker heen? Heel sick. Nou, hier kunnen we dus de dieren mee zien. Gast, je bent zo ver weg. Echt? Dit is eigenlijk gewoon echt dierentuin voor uberluie mensen gewoon eigenlijk. Ja, met de lui om te lopen. Ja. Ik heb zoveel zin om even lekker zo'n zebraatje te zien. Zo. Even switchen. Ik ga namelijk filmen en Link wil krijgen. Oh, van achter. Zo. Link kan weer niet filmen, weet je wel. Ja, ik ben daar niet zo goed in. Ik zie niks. Ik zie niks meer. Oh, gozer. Gast, help. Gaat helemaal help. Prima. Het is donker. Dat je goed niet op de weg kan letten. Ja. Ik zie dingen gewoon van dichtbij. Ik heb echt de safari muziek opgezet. Ja hoor, ik voel hem ook. En we zijn er niet eens binnen, joh. Die zebra's komen nu gewoon letterlijk automatisch gewoon naar ons toe, hè? Ik geloof zo zitten. Niet uitstappen en ramen dicht, oké? Hier staan de regels en dan gewoon linksaf. Dankjewel. Oké, dankjewel. Oh mijn god, het begint meteen! Pak je verrekijkertje! Ik zie beesten! Ja, kijk, daar ligt een beest op of zo. Ja, toch? Is er een beest? Dat is een leeuw! Daar ligt hij. We hebben er gewoon al één gezien, maar hij slaapt gewoon nog. We zijn te vroeg gegaan. Hij is gewoon een tukje aan. Ja, het is nog zo vroeg. Ja, het is zo vroeg. Het is 10:45 en die beesten slapen gewoon nog. Echt hoor. Wacht, ik ga even dat hek inspecteren. Zo, dat is wel even een hek hoor. We zijn nu al langs het stuk waar de zebra's waren. Dus ik zeg, what the fuck, we hebben helemaal geen zebra's gezien. Ik zei ze van, ja, maar gelukkig hebben we dan wel alvast wel een rug gezien van een leeuw. Dus toen zei ik, ja, als ik een rug wil zien, kijk wat op een bank kreeg. Nee, dat is een wilde hond! Oh, een wilde hond! Dat is een Hij ligt echt net achter dit berg. Hij gaat hier net liggen. Kut mee. Hij ligt echt serieus net hierachter. Wat kut. Nee, dat is een luipaard. Oh. Zo, dat is de grootste luipaard wat ik ooit gezien heb. Je ziet hem tussen de bomen doorkomen. Hoeveel mensen die op hebben gegeten. We komen nu sick dichtbij dat jachtluipaard. Ik zie hem al. Kijk dit. Hier staat hij. Hij staat een beetje tussen de bosjes verschuild, maar je ziet hem wel nog. Gast, even serieus, zonder grappen, daar zitten ze. Ze liggen daar gewoon heel lekker te liggen. Ze liggen lekker met z'n tweeën gewoon ook. Ze zijn verliefd. Ja, leuk. En daar staan echt hele, hele goede rhino's staan daar in de verte. Ja, weet je hoe ze eten? Ja, ze staan zo ver dat ik niet eens zin heb om op in te zoomen. Dus de breedlip neushoornier. In het Engels heet hij gewoon de white rhino, maar hier de breedlip. Zo van waarom, Nederland? Oh mijn god, deze gaan dichtbij komen hoor. Oh, die gaan krassen brengen op mijn auto. Gast, het is niet eens jouw auto. Oh. We komen er letterlijk langs. Die cheetah komt ineens langs. Oh, die gaat die beesten dan opeten. Ja. Kijk, die beesten zijn daar aan het eten. Komen die hertjes erbij. Van, hoe mogen wij ook eten? Oh, lekker hoppie. Ja. Oh, dat is wel lekker. Link, voorrang verlenen. Ja, het oversteekt. Ja, dat steekt erin over. Zebrapad. Waar is zebrapad? Hij pakt het zebrapad niet eens. Hij loopt expres extra langzaam. Ja, Link, je kan hier dus nu eventjes parkeren als je wil. Om dan te lopen, zeg maar. En dan kan je later verder met de autosafari. Dat is wel echt de droom. Maar dat kunnen we niet. Nee, dat kan niet. We hebben ook een bootsafari er. En een roofvogelsafari. En een restaurantsafari. En een souvenirsafari. Ja, wij gaan door met de autosafari. Helaas. Ik had heel graag willen komen. Nou, ik had heel graag een souveniertje gewild. Ja, heb je zin om de rode bosbuffel te zien? Nou, toevallig zit ik er helemaal klaar voor.
Zie je hem? Dat is een eik, sorry. Oh, dat lijkt wel veel op elkaar. Ja, dat is wel. Ja. Het zijn goed gecamoufleerde beesten, dit. Kijk maar, ze staan, joh. Dus omdat ze in het bos staan, zijn dit dus buffels. Ja, en ze zijn rood, zie je dat? Wat een prachtbeesten. Maar ze zijn ook een goed formaatje. Ze zijn niet te groot, zeg maar. Nee, maar niet te klein. Ze zijn een soort van ponies van onder de buffels. Ja, echt hoor. Ja, zo, kijk dan, gozer. Kijk hoe dichtbij ook gewoon. Maak even een gezicht naar hem. What the fuck, wat doet die zebra hier? Wat doet die zebra hier nou? Hij is aan het doen. Hij komt koekeloeren. Hey, gozertje. Hij gaat tegen de auto aan staan. Ja, hij staat vast. Hij staat er gewoon. Nee, je blijft gewoon eventjes. Ja, je maakt hem nog even op de vlog. Ik kan niet meer rijden. Hij staat letterlijk tegen de auto aan. Ja. Hij staat lekker warm. Maar dit is nu, was ik al bang voor. Wat gebeurt als dit gebeurt? Wat zijn dit allemaal aan het doen? Oh, wat gebeurt hier nou? Kijk, hij bijt in de kuik. Gozer, mogen we gaan of niet? Wat gebeurt hier? Er zijn hier echt met z'n drieën. Ja, en deze die heeft pijn en die staat maar te bijten in de knie. Maar die knie, oh, maar hij zit ook met zijn poot in zijn nek. Wat zijn ze allemaal aan het weet doen? Weet ik niet. Voor daarom wilde hij ons laten stoppen om hem te laten zien, ja, denk ik. Ja, maar moet ik dit zien van hem? Komt dit gozertje ook nog eventjes aan? Zo! Oh, oh, shit, is met twee poten erop. Wat oh, oh, en die gaat nou ook eventjes aan zijn pik bijten. Oh. Wat gebeurt er? Gaat hij heen? Oh, er komt nog een Dream Geese. Oh, het is klaar. Mogen we nu gaan? Ja, mogen we gaan. Ja! We kunnen rijden! De dromedaren zijn toch wel even een paar tiertjes omhoog gegaan, ja, hoor. Die zijn toch wel even wat beter dan die kamelen. Ja, echt hoor. Ja hoor! Ja hoor! Eindelijk, daar komen ze, gast. De zebra. We hebben hem gezien, een zebra. Ja, kaboom, lekker man. Giraffen! Ja, we komen heel dichtbij dadelijk. Een baby zebra! Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, ik heb nog nooit een baby zebra gezien. Nee. Nou, gast, nu is je eerste keer. Ik ben zo blij voor je. Hij kijkt naar ons. Hey, dat is YouTubers. Hey, ja. Een foto. Ja. Ik hoop dat je even iets leuks doet. Even een trucje. Ze vindt wel de auto mooi. Komt ie? Oh. Ja. Oh, ja, we hebben iets op de auto zit. Ja. Ja, daar komt ie. Gast, dit is prime. Die anderen liggen allemaal. Wow, wat kom je doen? Nou. Wat kom je doen? Komt ie even de auto likken of zo? Ja. Wow, hij is echt super dichtbij. Oh my god. Wow, wat doet ie? Ja, hij gaat naar de auto. Dit is, ik heb nog nooit zo dichtbij zo'n... Dit is echt de auto, man. Dit is echt geweldig. Oh my god, Mark. Wat een mooi beest. Zo, geef me een eitje. Ja, Link. En Link met zijn tong over het raam. Wat doet hij nou? Hij likt op het raam. Dit is toch niet lekker? Gozertje, dit is toch niet lekker? Dit is een raam. Oh, dit is een blauw... Oh, oh nee. Sorry. Automatisch. Oh, oh mijn god. Sorry. Oh mijn god! De automatische regensensor, sorry! Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Je wel door. Ja. De automatische sensor van de auto! Ja. Die registreert dat het nat was! Maar dat was echt even een prime momentje dit jaar. Dit was hem al. Was dit hem? Ja! Jammer! Nah, we hebben echt wel prime momentjes. Ja, ik heb wel genoten hoor! Ja, maar prima vermaakt. Thanks Beekse Bergen voor de kaartjes. We hebben de kaartjes gewoon gratis gekregen van... Beekseberg. Dat is wel heel aardig van ze. En de hoedjes en de verrekijker. Nou ja, het was leuk. We hadden graag nog even in het park gekeken, maar goed. Hè. Ja, het is nu 12:15. Dus dat betekent nog 1:15. 1:15. Dus nog 2 uur en een kwartiertje. We zijn op zich lekker wakker geworden. Het kan altijd beter, maar het kan zeker weten ook veel slechter. Ja, dat is 100%. Wel prima. In deze situatie hebben we het gewoon prima getroffen. Ja. Hebben we vandaag gewoon een superleuke activiteit gehad. Nou, die hoedjes kunnen gewoon echt wel af. Ja, we doen geen safari meer. Ja, zie ik meer. Help. Gast, we zijn rijden, gozer. Dat rijden. Help. Meest jammeren van heel deze 24 uur challenge is dat de ruiten weer aangrijpen bij de giraf. Yo! Ik vind dat echt heel zielig. Heel zielig, gast. Zo, en dat was de safari alweer. Met nog een paar uurtjes te gaan, moesten we eigenlijk nog eventjes wat lunchen. En aangezien we daar geen boodschapjes meer van hadden, moest het maar even makkelijk. Even een klein snackje, jongens. Gast, gooi even alles weg dan, señorita. Wacht even, dan gooi ik echt ook gewoon even gewoon alles weg. Hier! Ik zie het einde zijn zicht. Oh mijn god, dat is niet normaal. Nog een half uurtje. Nog officieel, vol? Officieel half uurtje is ingegaan. De dag hebben we echt wel volledig geplukt of zo. Vandaag helemaal. En gisteren ook, want ik heb echt elk uurtje meegemaakt. Ja. Waardoor het echt...
Het ging langzaam, maar het was gewoon leuk. Ja, het was zeker een leuk avontuurtje. Maar aangezien we nog maar een half uurtje hebben, is het tijd om naar het eindpunt te rijden. Zo, we staan weer op de plek waar we gisteren begonnen. Alleen Link achter het stuur, dat is het enige verschil. En we moeten nu gewoon eigenlijk alleen nog maar wachten totdat de wekker afgaat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ja! Let's go, dude! Oh mijn god. We hebben sokkies. Gozertje. We hebben het gedaan, jongen. Deed dit. Lekker, joh. Zo, dat doen we nooit meer. Dan ben je een zweetkakkie zo. Dat was hem. Ja, man. Opgelucht dat ik even kan staan, weet je wel. Ik ben wel zo'n gamer die heel lang zit, maar af en toe vind ik het wel lekker om weer beentjes te kunnen strekken. Jij gaat nu de hele week staan gewoon. Ja, ik ga een staanbureau kopen. Nou, jongens en meisjes, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Dankjewel voor het kijken. Abonneer op Link, want die heeft de hele dag besteed aan dit. Dankjewel voor het kijken. Abonneer en like en reageer. En dan gaan wij nu nog steeds naar huis rijden. Ja, jij moet nog een heel stuk rijden. Gast, ben je naar de sportschool geweest? Een kontje. We gaan nu even kutten voor een tunk. Jezus, waar ouderwets. Want ik ben die moderne shit niet gewend. Duncan! Duncan! Wat zit je onder daar? Duncan is een liegen, jongen. Liegenbeest. Tommietje. 100.000 likes. En dan ga ik meteen Minecraft erbij doen. Hoppakeetje, let's go. En GTA.